Yo mensen van Generalismo, ik ben Bart en we gaan vandaag weer Trials of the Gold Edition doen. Was al geleden, maar ik ben er weer. Nou, laten we gelijk beginnen. Ga racen, en Crash Country. En dan gaan we gelijk proberen Brand van de Vlam. Vorige keer dat we deden, hadden we nog maar 6%, nu 67%. Dus we gaan proberen even een leuke baan op te zoeken. We gaan gelijk rijdinges, ik weet niet wat er stond, maar die gaan we spelen. Pak gelijk de 54cc en laten we beginnen. Nou, ik had nu in mijn hoofd, ik kan wel gaan lullen van, ja we gaan lullen van, ja we gaan, oh nee, ik val bijna. Nou, dat kan ik allemaal lullen, maar ik dacht, waarom ga ik gewoon geen dingen vertellen die ik gewoon uit mijn leven heb meegemaakt. Ja, dus gewoon, ik heb gewoon bijvoorbeeld gewoon, ik heb pijnlijke momenten meegemaakt in mijn leven, hele geinige. Nou, allemaal van die levensverhaaltjes, weet je wel. Dus die wou ik eigenlijk gaan vertellen, omdat anders allemaal zo saai is. Nou ja. Ik zou er eentje vertellen. Ik ga het nu gelijk in het begin even vertellen. Iedereen verveelt zich wel eens een keer. Nou, logisch. Het was op een zaterdag. Het was lekker weer. Maar de dag ervoor had het dus geregend. En we wouden eigenlijk gewoon sneeuwballen gooien. Maar het kon natuurlijk niet. Het was lente. Dus de winter of zo was net voorbij. Zoiets. Maar we wouden dus sneeuwballen gooien. Maar dat kon niet. En dat vonden we niet zo leuk. Nee. Toen dachten we, waarom maken we gewoon geen modderballen, weet je wel. Gewoon, ze lijken wel op sneeuwballen. En ja, nou, dat gingen we dus gewoon doen. Nou, was allemaal leuk. En toen, we gingen gewoon een beetje gooien. Maar toen dachten we, ja, dat is ook niet zo, het is ook niet zo spectaculair. Dus zullen we gewoon lekker tegen auto's aan gaan gooien. Nou, dat gingen we dus even lekker doen. En ik gooide al snel, oh joh, gaat die doen? Net lekker vliegen of zo. Cashman. Geweldig dit. Maar dus wij dachten gewoon, waarom gaan we niet gewoon tegen auto's aan gooien? Dus ik ging al gooien. Heel vaak gooide ik mis. En toen gooide ik, kwam er een cabriolet langs. Weet je wel, zo'n auto met een open dak erin. Of hoe je het ook wil zeggen. En dan gooide ik lekker in. Ja. Wij vonden het allemaal geweldig toen. En en toen gooide mijn vriend, die gooide al heel snel, kwam er zo'n klein, weet je wel, zo'n heel goedkoop wit autootje kwam eraan. En die gooide die keihard op. Nou. Dat was zo gaande en die vrouw die schrok zich helemaal kapot, die liep zo, die stopte zeg maar, wij snel helemaal wegrennen, want we waren bang dat ze, weet ik veel, dat we opgepakt zouden worden of zo, de politie, of dat ze politie zou bellen. Nou ja, anyway. We gingen dus, wij gingen ons snel verstoppen en toen liep ze dus naar beneden. Snel, naar ons huis toe. En wij snel verstoppen, toen ging ze dus naar mijn moeder en onze moeder ging ons zoeken en, Het ging toen was mijn moeder dus best boos. Maar ja, oké, het was wel geinig. Nou, ja, allemaal dit soort verhaaltjes heb ik meegemaakt in mijn leven. En ik besta nu 30 jaar op deze wereld. Dus ik heb nog niet heel veel meegemaakt. Misschien komt er nog allemaal shit. Maar oké. Ik ga vandaag naar de Saturn in Duitsland trouwens. Even in Kleef, het plaatsje Kleef. Het is een hele grote stad in Duitsland. Op de grens tussen Nederland en Duitsland. Maar oké, daar ga ik dus vandaag even heen. En ik ga dus ook pannenkoek gelijk eten. En in de Duivelsberg heet het. Ja, vraag me niet waarom die zo heet. Maar hij heet zo. En daar ga ik misschien even een video over maken. En vooral dat daar juist... Oh, ik heb hem twee keer gedaan. Oké, ik heb niet op gelet. Maar oké. Je kan daar serieus, kan je een vlammende pan kopen. Ik ga er waarschijnlijk gewoon een video over maken. Ik ga dat filmen als ik er eentje zie. Er zat gewoon van die, hoe zeg je dat? Gecrembuleerde, pannenkoeken zijn dat. Nou, zoiets. En dat ziet er heel geinig uit. Nou, dat zal ik jullie laten zien. Misschien, ik weet niet zeker. En bedankt voor het kijken. Druk even op dat groene duimpje en abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie bij de volgende Trials of Minecraft video of vlog ding weer. Nou, houdoe.